Goeiedag, het is Drie Koningen vandaag. Dat betekent dat het 6 januari is en we leven al in het jaar 2024. Vannacht is het gaan sneeuwen. Nog geen enorme hoeveelheden die naar beneden zijn gekomen. Maar het dal is alweer cosmetisch wit, zoals wij dat noemen. Maar er mag voor ons nog wel een behoorlijk beetje sneeuw gaan vallen. Het is vandaag ook rustig, zoals jullie kunnen zien. Ja, het is zaterdag. Het is ook een wisseldag. De meeste mensen, einde van de vakantie. Gisteren al een heleboel naar huis gegaan en vandaag volgt de rest. Nou, wij blijven nog eventjes en we gaan echt vandaag een heel klein rondje maken in de sneeuw. Aan deze korte skidag voor ons dan komt vandaag ook een einde. Het heeft de hele dag zo'n beetje gesneeuwd, licht gesneeuwd, want grote hoeveelheden die zijn er in ieder geval nog niet gevallen. Wellicht komen die nog en de pistes die worden echt een stuk beter. Het zicht zou ook een stukje beter moeten worden, maar daar wordt aan gewerkt. Na het weekend wordt het weer een stuk beter, is er nieuwe sneeuwval gevallen. En dat maakt de pistes ook weer wat prettiger. Nou, en voor nu ga ik afsluiten en ik zeg maar weer de groeten.